Jacqueline Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. We hebben het hier vandaag bij de NVZ gehad over innovatie. Daarin mag de patiënt natuurlijk niet ontbreken, maar heeft hij vandaag wel voldoende aandacht gekregen? Nou, ik was natuurlijk zelf heel erg blij met het podium dat ik kreeg om te kunnen vertellen hoe wij bij mijn organisatie, de NCFS, aan sociale innovatie doen om met name de technische innovaties te optimaliseren. Maar ik vind het inderdaad wel opvallend dat in het hele zorgveld de patiënt relatief weinig aan het woord komt. We hebben het veel over onze systemen en we willen alles optimaliseren. Het zijn ingewikkelde organisaties die binnen de zorg actief zijn. Maar daarbinnen zie je toch nog wel vrij weinig participatie van de patiënt of de vertegenwoordiging van de patiënt. Hoe hebben jullie dit probleem aangevlogen? Nou, wij zijn eigenlijk vanuit al het werk dat wij doen, of dat nou is de financiering van research, of dat we ons tegen de kwaliteit van de zorg in de CF-centra aan bemoeien. Alles wordt geïnitieerd vanuit de patiënten. Dus wij bevragen patiënten op een professionele manier wat hun wensen zijn, waar zij verbeteringen zien. En dat sturen we aan. Dat hele proces monitoren we vrij strak. En we zorgen bijvoorbeeld ook dat patiënten getraind worden om mee te kunnen lopen tijdens toetsingsbezoeken bij de ziekenhuizen waar CF behandeld wordt. Om te kijken of die ziekenhuizen voor ons keurmerk in aanmerking komen. Dus wij werken heel erg vanuit het patiëntenperspectief. Kun je dingen noemen die jullie leden anders willen of innovaties waar jullie leden nou echt wat aan zouden hebben? Nou, op dit moment is het zo, als ik kijk naar de research, dan zijn de patiënten heel erg geïnteresseerd in echt de basic science, fundamenteel onderzoek. En dat is echt een kanteling ten opzichte van een aantal jaren geleden, toen er nog heel veel belangstelling was om onderzoek te laten doen op het terrein van comorbiditeit, et cetera. En als het gaat om de kwaliteit van de zorg, dan denk ik dat patiënten heel erg graag die zorg op maat willen. Dat ze heel erg graag zich ergens thuis willen voelen. Dat ze graag ook veel uitgelegd willen krijgen over waarom is bepaalde zorg nou goed voor mij en niet goed voor een ander of omgekeerd. Dus echt, ja, het op maat werken, dat is wel heel erg waar patiënten behoefte aan hebben. Ja. En kunnen allerlei nieuwe IT-tools en e-health daar een rol in spelen? Ja, nou, ik ben daar eerlijk gezegd zelf een beetje dubbelhartig over. Aan de ene kant wordt er heel veel ontwikkeld. Er worden allerlei apps ontwikkeld waarmee je medicijnen kunt monitoren. En soms heb ik wel eens het gevoel dat doordat we daar zo op gefocust zijn, dat we eigenlijk vergeten te vragen iets heel simpels als bijvoorbeeld, hoe gaat het eigenlijk met je? Of hoe is het nou voor jou als ouder om een kind met een ziekte te hebben die een beperkte levensverwachting kent? Weet je, dat zijn wel eens dingen waarvan ik denk dat staat een beetje haaks op elkaar. En dat maakt mij soms een beetje bezorgd als ik zie met welke interesse en eagerness er allerlei dingen worden ontwikkeld. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat we, als het om e-health in het brede zin van het woord gaat, dat er nog heel veel toepassingen te ontwikkelen zijn die het patiënten en artsen ook heel veel makkelijker gaan maken. Ik geloof dat jullie onder meer impact op de behandelaars en ziekenhuizen hebben gehad door bijvoorbeeld heel nauwgezet informatie te verzamelen. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Wij hebben een registratie opgezet waar alle 1500 Nederlandse mensen met CF in zitten, met hun permissie uiteraard en geanonimiseerd. Dat gebeurt ook in het buitenland. We zijn aangesloten op de Europese database en de Amerikaanse database. En doordat wij die populatie zo goed kunnen volgen, kunnen we natuurlijk ook benchmarken tussen de verschillende ziekenhuizen waar die CF-zorg plaatsvindt. Gaan jullie dan toch niet een beetje in de schoenen van de zorgaanbieder staan door dit soort registraties bij te houden? Nou, het is een hele legitieme vraag, maar het antwoord daarop is eigenlijk dat wij dat, we gaan niet in de schoenen staan, wij vullen aan. Wij brengen iets waar de zorgaanbieders zelf niet mee kunnen komen, omdat ze doodsimpel dat overzicht niet hebben. Dus wij hebben eigenlijk gedacht, als zij het overzicht niet hebben, dan gaan wij het geven.